De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. De Broekmolen ligt op de grens van Nederlands en Belgisch Limburg in Stramprooi. Het is een onderslagmolen en behoort tot een landgoed waarop ook een grote boerderij is gelegen. Meerdere malen per maand is deze molen geopend. De organisatie is nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In de hoofdzaak zoeken we eigenlijk gidsen en gastvrouwen, gastheren, hoe je het noemen wil, die mensen willen opvangen die hier de molen komen bezichtigen. Als ik kijk dat we op de vierde zondag van januari, er waren 200 mensen hier. En dat is te veel om met één persoon op te vangen. En daarom zoeken we eigenlijk daarbij hulp om mensen rond te leiden, te vertellen over de molen, over de historie van de molen. En de mensen ook hier wegwijs te maken. Want wat is het voor molen? Het is een onderslagwatermolen die gebouwd is in het begin 1700. En midden 1800 nog een keer opgeknapt is. Die is in de jaren 80, van de vorige eeuw, is ze ook nog een keer opgeknapt. Toen is ze helemaal gerestaureerd met overheidssubsidie. En daarna heeft ze eigenlijk door een sterfgeval van de vorige eigenaar, heeft de molen 30 jaar stilgestaan. Dus is ze weer helemaal in verval geraakt. En wij hebben ze in september 2015 zijn wij weer begonnen met de molen op te knappen. En we hebben ze dus vanaf mei dit jaar hebben wij ze, of mei, afgelopen jaar hebben wij ze weer maalvaardig. En dat is ook weer open voor bezoek. Als de molen open is, is het zo druk. Dan ben je constant bezig met mensen op te vangen en vragen te beantwoorden. Dus echt gekke dingen heb ik hier nog niet meegemaakt. Nee. De molen is weer in gebruik. Wat maalt u zo? Alles wat voorhanden is, wat we kunnen krijgen, als er maïs is, roggen, tarwe, maakt niet uit. Als we het ergens kunnen krijgen bij een boer, dan malen we het en dan krijgt de boer het meel ook weer terug. Hè? Want wij boeren malen alleen maar veevoer, geen meel voor de bakker. Daar is de hygiëne in deze molen niet hoog genoeg voor om te kunnen zeggen, misschien dat het ooit in de toekomst komt, maar dan moeten we er nog heel veel aan doen. Als mensen dit zien en denken van god, dat lijkt me wel wat, hoe kan men met u in contact komen? Ja, ze kunnen zich aanmelden via onze website. Ofwel aanmelden via Facebook, kan ook nog. Ja. De programma's van Grensland Actueel worden mede mogelijk gemaakt door duorolgordijn.eu. Dagelijks nieuws uit de grensstreek via www.grenslandactueel.com.